Is ze er, maar wat ze oproept zegt van nou dat komt allemaal niet bekend voor. Dus ik denk dat ze op een ander Zuideinde zit. Dus ik zeg van heb je Zuideinde Kogaan meer staan? Ja, dus het zou kan zijn dat ze in West. Dat heb ik ook gezien. Ja, klopt. In meerdere dorpen. Ja, best eigenlijk. Dan moet je er ook niet onderhandeld worden.
misschien wel handig. Want ja, we kunnen ook gewoon binnenlopen. Ja, wat zegt ze dan? Misschien kan hij dan met zeggen, kan jij alvast met je vlog beginnen. Ja? Gewoon beginnen. En dan wachten we op Stef, die komt zo. Even kijken. Welke camera? Die camera. Nou, we wachten nog even op een van de gasten. Dus voor de mensen die dachten van het begint om 7:00. We beginnen gewoon ietsje later. Het is nog vroeg, dus het is hier gezellig. Dus er stond 7:00. Dus laten we zeggen van dat 7:15 wordt. Er moet nog even iemand komen en die is even de weg kwijt naar het zuideinde. Die zit waarschijnlijk op een ander zuideinde, maar niet hier in Koog aan de Zaal. Wat met de burgemeester, de nieuwe burgemeester? Ja, gewoon Ja, gevonden. Ja,
Ik was gewoon daar. Ja, ik heb het al. Ja.
Ja, leuk hè? Want ik heb het nog helemaal onderaan. Wat er dan is. Ja, dat, maar dat wil ook iedereen. Ja, dat wil ik horen. Nee, maar ja, dan zit ik daar. Ja. Maar als je het niet wil, moet je het niet doen. Maar het is, Ja, ik wil het wel proberen, maar als ik het dan niet heb, dan krijg ik het niet. Ga jij door? Als zij niet meer zeggen. Letten zijn het. Nee, maar anders zou je haar voorstel niet eens zo gek idee zijn. Om een week door te hebben. Ja, ik heb het zwaar. Ja, ja.
Nou, welkom. En we hebben weer ons avondprogramma. En we hebben verschillende gasten. Die gaan we allemaal introduceren nog wel. De persoon die we als eerste hadden uitgenodigd was Frans Douw. En die is enorm bezig met reïntegratie van ex-gedetineerden. Maar ook bezig met hoe gaat het dan met hun familie? En hoe kunnen die ook weer samenkomen, om maar zo te zeggen. Dus breng ze weer samen, is ook het thema voor vanavond. Maar we geven er even een draai aan. We doen dat ook op een plek hier in Zuivere Koffie, waar ook reïntegratie centraal staat. Het is ook een woord dat al verschillende keren in interviews gevallen is over onze samenleving. Van breng ze weer samen, dat is één. Maar samen met elkaar verder gaan is weer een hele andere uitdaging. Dus daar gaan we het over hebben. Frans Douw is gevangenisdirecteur geweest voor vele jaren, nu met pensioen. Maar we gaan beginnen met een gedicht. En jullie moeten wel steeds even goed in de microfoon praten, want dan is het met de kwaliteit goed. Lukt dat om je telefoon en het microfoon, of moet ik hem even zo vasthouden? Nou, dat gaan we wel even doen zo. Hartelijk bedankt en fijn dat je ons wil ontvangen hier vanavond. Vinden we heel erg leuk. Waar we eigenlijk mee willen beginnen is een gedicht van Janneke. En Janneke is een relatie van een gedetineerde. En die heeft eigenlijk voor ons zo mooi weergegeven wat er nou eigenlijk gebeurt met iemand die thuis zit en een partner in de gevangenis heeft. Dat we dat graag even willen voorlezen. En dat doen we graag geheel volgens het thema samen. We lezen om zijn beurt, lezen we een paar regels. Lieve schat, mijn hart dat huilt, mijn hart heeft pijn. Ik lach van buiten, maar van binnen is niks meer fijn. We zijn nog samen, maar ook niet. Ieder apart met hetzelfde verdriet. Allebei om het gemis, omdat niks meer hetzelfde is. Jouw wereld is nu binnen de muren. En alles lijkt veel langer te duren. Moet ik heel even kijken waar Frans is achtergebleven. Spijt hebben van wat je hebt gedaan. Tijd genoeg om daarbij stil te staan. Zorgen maken over thuis en het gezin wat je achterliet. Zij verdienden dit echt niet. In de tijd die jij misschien verveelt, zijn wij onschuldig, maar toch veroordeeld. Ze noemen jou nu dader, maar voor de kinderen ben je nog steeds hun vader. Hun papa heeft wat gedaan, waardoor hij niet meer voor ze klaar kan staan. Mama kan koken, dat waren we eigenlijk. Mama kan koken, mama kan wassen. Mama kan je nog steeds roepen als je moet plassen. Ja, mama weet bijna overal wat van. Hoewel er toch dingen zijn die ook een mama gewoon niet kan. Mama kan best een beetje klussen of behangen. En mama kan nooit, maar ook nooit jou vervangen. Dus mama heeft heel plots, heel druk. Ze vecht voor ons en een beetje geluk. Voor jou? Ze werkt zich door vel papieren. Is steeds op zoek naar manieren. Manieren om te overleven. En dat is echt niet overdreven. Mama is niet meer de oude. Ze heeft te veel ballen om omhoog te houden. Met een lach om de mond zorgt ze dat ze de dag doorkomt. Maar 's nachts, als niemand het ziet, komt ook haar verdriet.
Ook voor haar komen de dagen en de weken die gaan, terwijl ze er niet voor heeft gekozen om er alleen voor te staan. Deze mama maakt zich zorgen om jou, om haar geliefde en om de dag van morgen. Ook zo lig ik wakker in de nacht en denk aan de liefde waar ik zo naar smacht. Ik voel me zo enorm alleen en verlang simpelweg weer naar jou hier om mij heen. Even spelen met de microfoon. Heel mooi gedicht. En ik denk dat het heel goed de emoties weergeeft die deze vrouw meemaakt samen met haar kinderen. En dat brengt ons meteen tot het hart van ons thema vanavond. Misschien, Frans, kan je even eerst je vrienden introduceren die je hebt meegenomen. Ja, laat ik eerst iets zeggen over, in een paar woorden, wat eigenlijk zorgt dat we hier gekomen zijn. Dat is omdat iedereen heeft zijn mond vol over reïntegratie. Maar de allerbelangrijkste partij als het gaat om reïntegratie is je familie. Dat is je partner, dat zijn je kinderen, dat zijn je ouders, dat zijn je broers en zussen. En een feit is dat die geen enkele positie hebben in het hele reïntegratieproces. Helemaal niets. Ze hebben geen stem. Ze mogen er niet over meepraten. Ze worden niet gehoord. Ze zijn eigenlijk formeel, zijn ze er eigenlijk niet. Dus de reïntegratie gaat tussen de gedetineerden en allerlei instanties. En de achterblijvers, zoals wij ze ook wel noemen, die hebben geen stem. En dat is iets wat doodzonde is. En wat ook doodzonde is, dat is het tweede ding, dat is dat, ik ben natuurlijk 30 jaar gevangenisdirecteur geweest. En ik weet dat wij in Nederland, ten opzichte van alle ons omringende landen, de meest sobere bezoekvoorzieningen hebben. Ja, dus het kortste bezoek, op plekken waar die moeilijk bereikbaar zijn. Bezoek met een partner is in een klein kamertje met een doos tissues en een wastafeltje. Dat noemen we dan de WIP-kamertjes. Nou, dat kan echt een heel stuk beter en veel normaler. En ja, waar we ook heel erg voor vechten is betrokkenheid van de familie op een menswaardigere manier. Nou, vandaar dat we hier ook gekomen zijn met in ieder geval twee mensen die zelf in die positie in ieder geval zitten. Dat is Stephanie, die haar man in de gevangenis zit. En nou, ze heeft ook... Ze hebben ook kinderen. En, die is heel actief bij het platform wat we met elkaar ook opgericht hebben. Het platform Relaties van Gedetineerden. Die zich echt probeert in te zetten om een stem te krijgen in als het gaat om de achterblijvers. Jacqueline Hageman. Vrouw van een man die ik natuurlijk ook heel goed ken als gevangenisdirecteur. Die een levenslange, onomkeerbaar levenslange gevangenisstraf uitziet. Daar kan ik nog wel even iets over zeggen, namelijk dat die onomkeerbare levenslange gevangenisstraf, die zou je kunnen duiden als vergelijkbaar met de doodstraf. Want je hebt geen kans meer om eruit te komen. En het Europese Hof heeft daar ook van gezegd dat dat in strijd is met de mensenrechten. Nou, Jacqueline, haar man, zit dus zo'n straf uit. Ze zal er straks zelf natuurlijk ook nog wat meer over vertellen. Sorry dat we zo laat zijn. Ik wist niet dat jullie al begonnen. Oh, oké. Okay. Nou, van harte. Nee, we schuiven misschien nog wel meer mensen aan. Oh, oké. Okay. Ja, het is een soort... Een soort open huis. Nou, deze meneer is Jaap Brandicht. Jaap Brandicht is directeur van de Bonjo. En dat is de Belangenvereniging voor Gedetineerden. En daar schuilen zich ook heel veel vrijwilligersorganisaties onder. Het is een soort koepel die zich bezighouden met onder andere gedetineerden, maar ook met achterblijvers. En ze geven ook een heel belangrijk en heel goed magazine uit, De Bonjo. Krant. En dat wordt... Krant. Het is een krant. Het heet De Bonjo en het wordt één keer in de twee maanden ook in alle inrichtingen verspreid en ook onder ketenpartners. En hebben we Stefan. Stefan is iemand die een paar keer in detentie heeft uitgezeten. En
Ja, wij wilden natuurlijk ook hele competente mensen in ons platform hebben. Maar zoals je ziet, ook hier achter de toonbank, dat is dat mensen in de gevangenis die hebben. Dat zijn ook heel veel talentvolle mensen. Nou, Stefan is onder andere journalist geweest in de Oekraïne. En kan ook heel goed schrijven. Dus, hoor ik het goed? Ja, dat hoor je goed. Dat is, ja. En we moeten natuurlijk, het platform, daar moeten we veel schrijven en stukjes schrijven en dat soort dingen. Dus we zijn heel blij dat Stefan er ook bij is. En ja, dat is het clubje waarmee we proberen om op allerlei verschillende manieren iets te doen voor de positie van mensen die eigenlijk de belangrijkste rol hebben als het gaat om reïntegratie, maar geen enkele stem hebben. Geen enkele stem. Frans, jij bent hierbij betrokken geraakt. Je bent 30 jaar gevangenisdirecteur geweest. Je bent met een bepaald idee gevangenisdirecteur geworden. Hoe is dat veranderd in de loop van die 30 jaar? Van hoe je ook naar gedetineerden bent gaan kijken? Ik ben eigenlijk in dit soort werk gekomen. Ik ben eigenlijk begonnen met zeer moeilijk gevoelbare jongens te werken. Juist om te werken aan datgene wat tegenwoordig herstel heet. Herstel. Mensen komen heel vaak in de gevangenis omdat er een onevenwichtigheid is. Ze hebben niet alleen zelf onrecht gedaan door het delict, maar er is hun ook vaak heel veel onrecht aangedaan. En om te kunnen herstellen, moet je dat voor jezelf een plek geven om verder te kunnen gaan. Om het achter je te kunnen laten. En herstel ook in de andere zin, dat er is natuurlijk iets mis. Niet alleen in de relatie naar het slachtoffer, maar ook naar de samenleving als geheel. Dus herstel is ook heel belangrijk in de zin van dat je weer bij elkaar komt. En dat je weer verder kunt als een gewaardeerde mede-inwoner van Nederland, zeg maar. Nou, eigenlijk ben ik daar altijd mee bezig geweest. Het is wel zo dat, ja, het is zeg maar 42 jaar geleden dat ik in dit soort werk gekomen ben. Dat ik wel een ontwikkeling natuurlijk daarin doorgemaakt heb. En dat, ja, in tegenstelling tot wat je misschien zou denken als iemand zo lang in zo'n organisatie werkt, ik eigenlijk veel positiever ben nu als 30, 40 jaar geleden over de mogelijkheden van mensen om te herstellen. En ook steeds meer ben gaan zien welke oorzaken er aan ten grondslag liggen dat mensen gewoon dat niet kunnen. En dat dat voor een belangrijk deel niet aan die mensen ligt. En dan heb ik het overigens niet alleen over de daders van delicten, hoor. Dan heb ik het ook over slachtoffers en over allerlei andere groeperingen. Maar dat ligt ook aan de manier waarop wij naar die groepen kijken. En ja, daar is eigenlijk wel het belangrijkste ding van. Dat op het moment dat je begint te vinden dat een bepaalde groep anders is als jij, ja, dan gaat het eigenlijk fout. En als er iets is wat ik in die jaren geleerd heb, dat is dan dat een gedetineerde gewoon echt absoluut net zoveel waard is als ik. Geen slechte mens is. En ja, klinkt een beetje als een open deur, we zijn allemaal gelijk. Maar je moet het ook voelen en je moet er ook naar handelen. En dat is wat niet gebeurt. En dat heb ik wel, in de loop der jaren ben ik dat steeds meer ook gaan voelen, zeg maar. Ik wil eigenlijk, Stephanie, wat is voor jou in jouw situatie, wat vind je het moeilijkste om mee om te gaan? Hoe kan je jouw leven daarin beschrijven? Ja, wat ik eigenlijk het moeilijkst vind is dat je er wel heel alleen voor staat. En dat je, ik voel me heel erg buitengesloten door justitie eigenlijk. Het is heel moeilijk om betrokken te worden in het proces wat er bij mijn partner dan speelt. Dat vind ik soms wel moeilijk. En soms ben ik wel heel gefrustreerd als ik met de kinderen dan. Ik heb nog een kleine baby. Nou, hij is nou wel wat ouder, maar de nachten die zijn gewoon heel slopend. En dat je er dan echt alleen voor staat en dat je dan wel echt gewoon voelt van, hè, was er maar even iemand die mij kon helpen. En dan voel je wel veel irritatie over hoe dingen gaan. En met het allermoeilijkste vond ik eigenlijk dat ik, mijn partner was gedetineerd ook toen ik zwanger was. En hij kreeg geen verlof om bij de bevalling te zijn. En dat heeft me heel erg
heel erg pijn gedaan en wel geschaad op een manier dat, ja, ook wel dat je heel veel onbegrip voelt van dat jij ook heel erg gestraft wordt. En ik heb niks gedaan, maar toch voel ik ook heel erg dat ik ja, alles moet dragen en alleen moet doen en gestraft word. Ja. En de mensen in je omgeving, begrijpen die je of is het voornamelijk onbegrip? Of? Ja, wisselend. Mensen die zelf het een en ander mee hebben gemaakt, die begrijpen mij wel. Maar sommige mensen die denken ook wel van, ja, jij kiest ervoor om met zo'n man te zijn of een partner. Of ja, dat ze dan, ja, ik vind het een beetje kort door de bocht dan hoe ze redeneren. Van, dan ga je toch bij hem weg. En ja, zo werkt liefde niet echt natuurlijk. En iemand naast dat hij een delict heeft gepleegd, heeft hij ook zijn goede kanten. En, ja, dat. Dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is dat je in een dubbel isolement leeft. Je voelt je geïsoleerd van je partner. Gezinsleven is verscheurd. En ook nog in een sociaal isolement in je omgeving. Of dat je je daar ook niet begrepen voelt of gesteund. Ja. Ja. Ja, dus. Dat is heavy, ja. Dat is heavy, ja. En even kijken, was Jacqueline? Jacqueline, hè? Ja. Hoe ligt dat voor jou? Ja, ik draai natuurlijk al wat langer mee. Op een gegeven moment ja, wordt het ja, niet echt gewoon. Maar ik ben ook niet meer zo bezig van je bent er niet. Dus ik heb tegen mezelf gezegd van er is een latrelatie en that's it. En er zijn ergere dingen op de wereld, dat vertel ik mezelf dan ook. Wat ik het ergste vind, zeg maar, en niet alleen voor mij, maar voor de kinderen. Wiens vader of moeder daar binnen zit. Dat vind ik het ergste. Dus als het gaat om het samenbrengen, dan denk ik dat er voor de kinderen nog heel veel verbeterd kan worden. Ik heb ooit eens een serie in Amerika gezien, de gevangenis, maar daar weet jij meer van. Ja, en omdat die afstanden al enorm zijn, maar daar had je caravans, zeg maar, staan. En als dan mensen op bezoek gingen, dan konden ze daar een weekend blijven. De partner en de kinderen of familieleden. Dus ja, in die zin denk ik dat daar heel veel verbeterd kan worden. Ja. Ja, want wat ik jou hoor zeggen is van nou, het is heel belangrijk om te zorgen dat er weer een goed contact komt tussen gedetineerden en hun nabestaanden. Terwijl ik in de samenleving steeds meer het gevoel krijg dat die steeds harder wordt. En steeds harder wordt en zegt van ja, je hebt wat fout gedaan, zitten. En nou, die twee derde, dat kan ook wel volledig worden. Toch is dat de vraag. Je kijkt hoeveel vrijwilligers er bezig zijn rondom detentie. Met hart en ziel daar actief zijn. Is me de vraag of het zo hard is. Het is wel het beeld. Nieuwsuur, Eén Vandaag, noem het maar op. Telegraaf, om een kleintje te noemen. Ja, daar krijg je de indruk van de spraakmakende meute dat het allemaal erg is. Maar er zijn ontzettend veel vrijwilligers. Ik was vanmiddag bij een middag van Exodus. Dat ging over vaders in detentie. En de contact met hun kinderen. Hoe dat georganiseerd wordt. En dat er ook training gegeven wordt met de kinderen erbij om met de kinderen om te kunnen gaan. Er zijn heel veel mensen die ontzettend actief zijn. En dat haalt toch een beetje dat harde beeld weg. Maar ik ontken niet dat de spraakmakende gemeente, de politiek, iedereen die wil scoren. Ja, er zijn heel veel goede mensen. Wat u zegt, dat herken ik heel erg. Want ik heb met vluchtelingen gewerkt. Ze zijn bij ons dagelijks in de kerk geweest. Maar ik heb met vluchtelingen gewerkt. Er was ook heel veel negativiteit. Maar binnen de kortste keren hadden we 500 vrijwilligers. Dus er is ook gigantisch veel positiviteit. En het probleem is dat negatieve heel erg naar boven komt. Maar ja, kijk maar naar Forum voor Democratie en PVV. En VVD. Dat zijn wel drie partijen die
heel groot zijn geworden. Dus ja, er is ook helaas een stroming in de samenleving die dat propageert. Maar daarnaast herken ik ook heel, heel veel positiviteit. Om het maar ook te bevestigen, ja. En die krijgen ontzettend veel aandacht in de kranten. Maar niet naar verhouding tot de draagvlak in de samenleving. Want het blijft toch zo, ook is zijn VVD het grootste partij, maar veel gekrompen. En die rare Baudet, die groeit op dit moment ontzettend. Dat is een rare man trouwens, ik ken hem een beetje op een andere manier. En Wilders krimpt op het ogenblik weer. Maar de meerderheid van het Nederlandse volk is daar niet van. En dat vergeten we ontzettend vaak. Ja, ontstaan meer uit frustraties in een eigen leven, zeg maar. Werkloos of te weinig geld. Dit niet kunnen doen, dat niet kunnen doen. Kijken naar anderen, waarom krijgen anderen dat wel? Ik denk dat dat heel erg speelt. Even op het vrijwilligersstukje. Is dat niet dat dat in een andere fase van detentie is? Want eigenlijk is het binnen justitie zo dat vrijwilligers toch niet echt zo makkelijk binnenkomen om hulp te verlenen. Dat valt mee. Want ook wij hebben, dat heet een bezoekvrijwilligers. Ja. Dat zijn mensen die bezoeken gedetineerden. En daar zijn er toch vrij veel van. En we krijgen ontzettend veel aanvragen van mannen, vooral mannen, er zitten minder vrouwen in detentie, maar vooral mannen die bezoek willen hebben. Soms vragen ze om een jonge vrouw, dan krijgen ze die niet. Want er speelt een ander motief wel weer een rol. Maar er zijn ook bezoekvrijwilligers in het hele land, zowel van Bonjo als ook van Exodus, van Humanitas, van Vakkenzorg, de andere organisaties, die mensen op bezoek sturen, gewoon om een goed oor te hebben. En dat is wel het verschil nog met achterblijvers. Want daar is het veel ingewikkelder om het te bereiken. En is dat dan bij kort of mee bij de langste? Op het moment dat iemand zich meldt, dan zoeken wij een vrijwilliger en die gaat erheen. En dan vind ik ook, ja kijk, kort van 2 maanden, dan krijg je het niet. Een jaar. Maar een jaar is wel voor sommigen lang. 2 jaar is zeker lang. En nou, levenslang is echt lang. Ja, ja. Dus er gaan vrijwilligers van al die organisaties op stap naar de Baaijussen om daar met een oor te hebben en niet te zijn van DEI. Want Frans, hoe aardig hij ook is, was wel altijd van de verkeerde kant. Namelijk van het gevangeniswezen. En deze mensen zijn er niet van. Nee, ik denk dat dat goed is. En wat ik nog wel even wil zeggen is dat jouw opmerking over vrijwilligers is denk ik heel waardevol. Er zijn heel veel mensen die goed willen doen. Nou, er zullen ook heel wat mensen uit de zaal straks hier kijken. We hebben hier de grootste gevangenis op dit moment. En ik ervaar dat als een oproep aan mensen van als je vrijwilliger wil zijn, kom, het kan. En de mensen hebben het hartstikke hard nodig. Dat is een heel ander woord. Dat is een heel andere. Ik wou nog even terug naar. Je zei van de achterblijvers, de relaties, de familie zijn heel belangrijk voor de reïntegratie, voor het herstel. Op wat voor manier kun je gewoon eens vertellen van ja, dat ik er een beetje een beeld van krijg. Wat kunnen zij doen? Ja, want ze kunnen ontzettend veel doen. Het begint er al mee dat op het moment dat je als gevangenis het contact tussen achterblijvers en gedetineerden zoveel mogelijk faciliteert. Dan ga je ervoor zorgen dat de man in de gevangenis die bijvoorbeeld een gezin met kinderen heeft, zijn vaderrol kan blijven uitoefenen, zoveel mogelijk. Hoe kan je dat faciliteren? Het is ontzettend fijn dat vader bijvoorbeeld zou kunnen bellen. Dat mag hij gewoon eventueel met zijn eigen, dat zegt iedereen natuurlijk van, met zijn eigen telefoon doen. Dat is eigenlijk veiligheidstechnisch geen enkel probleem. Of met een telefoon van de gevangenis, als het dan zo moet. Als je de kinderen gewoon even kan bellen voordat ze gaan slapen, bijvoorbeeld. Of iets kan voorlezen. Een ander ding is dat op het moment dat de reïntegratie voorbereid wordt, dat er een plan gemaakt wordt waar ook de achterblijvers bij betrokken worden. Want daar gaat hij over het algemeen naar terug. En de hele situatie van de gedetineerden, inclusief zijn schulden, zijn woonsituatie enzovoort, is helemaal verweven met de situatie van de achterblijvers. Een ander is bijvoorbeeld, daar heb ik al iets over gezegd. Ik ben van verschillende gevangenissen directeur geweest. Nou, een van de gevangenissen was een vrouwengevangenis, Amerswiel. Daar hadden wij een huisje op het terrein waar de moeders, zeg maar, verjaardagen van hun kinderen konden vieren. Gewoon in normale ruimte, met een klein keukentje en een zitbank.
Nou, je kunt je voorstellen hoe onvoorstelbaar belangrijk het voor kinderen is als hun vader of moeder een beetje vader of moeder voor ze kan zijn. He, al is het maar zo'n klein beetje. Dat heeft zo'n grote impact op de rest van het leven van zo'n kind. Daar kun je dus heel veel in doen. Een andere is dat, en dat weet ik echt uit eigen ervaring, het systeem eigenlijk blind is voor de behoeften van mensen die niet een formele positie hebben. He, dus in het hele spel van straf, maatregel, herstel en terugkeer. Weten ze, de gevangenis heeft een positie, het Openbaar Ministerie heeft een positie, de gedetineerde heeft een positie, een rechtpositie. Maar die achterblijvers, die relaties, die hebben helemaal geen enkele positie. Sterker nog, als ze bellen en ongerust zijn, dan krijgen ze te horen van ja, we hebben privacywetgeving in Nederland. Dus u bent eigenlijk helemaal niet een partij voor ons. He, er is dus helemaal geen enkele reden waarom het systeem proactief die achterblijvers zou willen betrekken bij het hele herstel. Het is eigenlijk heel makkelijk om het niet te doen. Wordt dat nou niet gezien dan? Hoe kan dat, dat zo'n blinde plek is? Het ligt zo voor de hand. Ja, prachtige voorbeelden geven. Hoe kan dat? Ja, is dat die privacywetgeving, dat autonomie? Nee, het is de... Gemakzucht? Nou, laat ik één vergelijking maken en dan snap je het misschien meteen. Tenminste, dat hoop ik. En de mensen thuis. Waarom kom ik regelmatig tegen dat mensen die in de wijkteams werken, of de gebiedsteams, wel achter hun kantoor en achter hun bureau zitten en achter hun computer, maar totaal niet snappen wat er in de buurt gebeurt. Dat ook helemaal niet merken. En dat als er een probleem is met een gezin of met kinderen of wat dan ook in een gezin, dat ze reageren van, goh, ze moeten naar het kantoor komen en dan moeten ze een formulier invullen en daarna gaan we kijken wat we ermee gaan doen. En vervolgens gaan ze dan casuïstiekbesprekingen houden. Dan gaan ze plannen maken over mensen en voor mensen en niet met mensen. Dat is zoals het werkt. Zo werkt ons hele systeem. Je kunt maatschappelijk werker zijn op een school. En dan kun je zeggen, nou, deze school valt de problematiek van de kinderen valt eigenlijk best wel mee op onze school. Want ik ben altijd beschikbaar, iedereen weet dat ik hier zit. En ze kunnen altijd terecht. En ik merk gewoon dat er maar heel weinig kinderen bij me komen. En vervolgens moet je eens met zo'n klas gaan praten wat er allemaal speelt in die gezinnen en bij die kinderen. Nou, dat gebeurt ook met achterblijvers. Nou ja, die loopt er tegenaan. Die opmerking is een beetje, wat mij betreft, van de orde die Jaap net ook zei. Er zijn ook heel veel goede dingen, zeg maar. Er zijn dus ook heel veel goede mensen. En er zijn ook, er zijn ook vrijwilligers die heel goed werk doen. Alleen, ga niet denken dat het voor degene die het betreft en al die mensen die het betreft ook meteen heel erg aan het veranderen is, zeg maar. Bureaucratie, hè? Dat is het grote ding dat je zegt. Nee, het is systeemdenken. In het systeem hebben nooit achterblijvers gepast. Sinds kort wel slachtoffers. Sinds Teven dat mooi vond. Maar achterblijvers nooit. En dat, ik was laatst op een ergens in Den Haag ergens. En er was een directeur van de school, gepensioneerd. En die zei tot zijn schande, hij zelf tot zijn schande, dat hij nog nooit één kind van een gedetineerde op zijn school gehad had. Zijn hele carrière niet. Ze zijn dus veel fors onzichtbaar. We maken ze niet zichtbaar. We willen ze ook niet zichtbaar maken, denk ik. Er is veel schaamte. Mensen duiken ook weg voor de zichtbaarheid van een gedeelte. Knap dat deze twee mensen hier zitten. Maar veel van de achterblijvers duiken weg. En zijn hartstikke bang. Het gaat ook heel veel relaties ook om de kloten. Doordat je in de gevangenissen niet de kans krijgt, en Frans wees het recht op, om wat meer contact te hebben. Je zal maar je man je hele leven binnen zitten. En een trouwe echtgenoot te blijven. Dat is ook een klus. Dus daar spelen ook allerlei andere maatschappelijke factoren een rol. En dat moet dat. Het was een tijdje geleden in Amersfoort. En er was een man opgepakt. En ik werd erbij geroepen. En daar is de deur dicht opengebeukt. En vrouw en twee kinderen. Twee kinderen achter in het huisje. Vrouw op een bankje daar. Die zaten volstrekt kapot te zijn. Door die actie van de politie. Met die grote beuk door de deur heen. En waarom in godsnaam die beuk door de deur heen?
Nou, dat maakt de situatie voor achterblijvers, ook voor kinderen, heel kwetsbaar. Aan de opvang daarna ook. Hè? Dus hoe worden, want dan begint het traject achterblijven vooral. Het moment dat iemand gearresteerd wordt. Ja, wat zijn dan de eerste stappen die je moet nemen? En hoe word je opgevangen? Door diezelfde politie, zeg maar. Wat gebeurt er dan? Ja, ga maar. Want dat is wel een goede vraag. Van, is er ook opvang voor de mensen die achterblijven? Nee. Diezelfde mevrouw uit Amersfoort, waar ik het over heb, die moest naar Nieuwegein om daar de man te bezoeken. 'S Morgens om 7:00 was het bezoekuur. Kinderen, hoe krijg je die godsnaam onder dak? En niemand, we hebben toen vandaag met het begeleiden, want ook met het vrijwilliger. Dat is top. Jawel, maar zo werkt het systeem wel. Het systeem wil, dan hebben ze geen andere tijd voor. En dan hoeven ze niet zoveel te doen. Ja, dus heb je wat vrijwilligers. Die proberen mevrouw nu voor te bereiden op wat ze mee gaat maken als ze daar naartoe gaat. Een beetje te begeleiden ook. De zandbak, niet waar? De bekende zandbak. Je kinderen spelen daar en jij zit er ook. En je wordt aangekeken met, moet je haar nou eens een keer zien zitten? Of hem, als het andersom gaat. Dus het systeem sluit de mensen buiten. En er is ook geen aandacht binnen het systeem, denk ik. Geen bureaucratie. Het is het systeem van het gevangeniswezen dat geen aandacht heeft voor achterblijvers. Want die bestaan, het Frans zei het terecht, die bestaan niet in het gevangeniswezen. Dan heb je daders en slachtoffers. En zet toe. Als ik het over achterblijvers wil hebben, dan wil ik eigenlijk iets aanvullen wat Jaap zojuist zegt. Als je in de gevangenis zit, word je eigenlijk heel monotoon behandeld door bewakers. Deur op slot, wordt geen gesprek met je gemaakt, et cetera. Als achterblijver ben je in feite een soort van aanhangsel van de dader. Van ja, jouw man, jouw kind of wie dan ook is fout. Dus dan zul jij ook wel fout zijn. Want waarom ga je dan nog om met jouw kind, je man of wat dan ook? Zo wordt er ook gedacht. Naar mijn ervaring in elk geval, hoe er met achterblijvers omgegaan. Ik was vrij jong, ik had geen vrouw, alleen mijn ouders achterblijver. Maar zij hebben ook heel erg veel drama moeten doorstaan om bijvoorbeeld dingen te kunnen regelen. Terwijl het eigenlijk, zoals Frans ook, de privacywetgeving. Het is heel simpel eigenlijk, als je als gedetineerde gewoon schriftelijk vastlegt van ik wil dat persoon A en persoon B geïnformeerd blijven of over mijn reïntegratietraject, dan heb je eigenlijk problemen opgelost. Want dan geef je als gedetineerde aan dat je akkoord gaat dat privé dingen met achterblijvers worden gedeeld. Die informatie ligt niet op cel. Dus er zou zo een informatieboekje moeten komen van, joh, machtig. Het kan nu nog niet, want waarom niet? Ja, nee, ik denk dat jullie allebei terecht zeggen van, goh, dat zou moeten gebeuren. Maar wat je daarvoor moet doen, is dat je het belangrijk moet vinden. En dat je echt een plan moet hebben hoe je de achterblijvers bij detentie betrekt. Want het invullen van zo'n formuliertje, dat heeft nog niet opgelost. Dat werkers, een soort houding, daar moet je mee beginnen, maar dat de werkers een soort houding hebben, dat ze ook in staat zijn om die familie erbij te betrekken. Ja. En dat ook echt goed op te reageren. Jij bent 30 jaar gevangenisdirecteur geweest. Je hebt 30 jaar de mogelijkheid gehad om dat ook op een goede manier te veranderen in het systeem, zeg maar. Wat ik jou hoor zeggen. Dus dat systeem dat veranderd wordt, ook misschien de mentaliteit van de bewakers wat die veranderd wordt. Hoe ben je daarmee bezig geweest en wat werkte bij jou goed? Nee, dat is natuurlijk een vraag even naar wat ik nou eigenlijk eraan gedaan heb. En een hele terechte vraag natuurlijk. Laat ik in ieder geval zeggen dat de laatste 10 jaar van mijn loopbaan heb ik heel erg gewerkt met het betrekken van alle verschillende partijen die te maken hebben met detentie. Ik noem net al een voorbeeld van bezoekfaciliteiten die we gecreëerd hebben. Er was ook een plan voordat ik wegging om de bezoekfaciliteiten ook daadwerkelijk voor langer gestraften zo te realiseren dat er inderdaad op een normale manier met de familie omgegaan kon worden. Amerswiel was de enige gevangenis in Nederland waar gedetineerden, dat was ook in het kader van het experiment, hun iPhones op cel mochten hebben. Sorry. Hun iPhones. Welke? In Eergewaard, Amerswiel. Ja.
Dat heeft de laatste paar jaar van mijn directeurschap gewoon feilloos gedraaid zonder één enkel incident. Een hele belangrijke is dat je een gevangenis inricht waarbij gedetineerden worden aangesproken op hun talenten en op wat ze kunnen en hun mogelijkheden en hun dromen. En niet op wat ze niet kunnen. En dat ze zo gevaarlijk zijn en dat ze verkeerde dingen gedaan hebben. Dus wat wij toen gedaan hebben in Nieuwgewaard is allerlei projecten inrichten. Die hebben wij niet ingericht. Nee, we hebben aan personeel en gedetineerden gevraagd om ze in te richten. Waarbij mensen in hun kracht konden komen. En dan heb ik het over zelf producten maken op de metaal, over een tuin aanleggen, over kassen maken. Alle gedetineerden in Heerenwaard, die koken zelf. Dat is ook de enige gevangenis in Nederland waar dat gebeurt. Het is niet algemeen bekend, er is wel eens een artikel over geschreven. En waarom is het niet algemeen bekend? Omdat het iets is wat heel erg gevoelig ligt buiten. En het is ook niet een soort programma waarvan de VVD en de PvdA dachten dat ze daar stemmen voor zouden kunnen krijgen. Dus daar wilden ze ook niet mee naar buiten. Maar ik heb wel degelijk, zeg maar, mijn mogelijkheden gebruikt om echt tot de grens gegaan van. En mijn mogelijkheden waren vrij groot, want op een gegeven moment was ik de langzittende directeur in Nederland. Dus dan heb je een bepaalde reputatie opgebouwd. En dat krediet heb ik echt gebruikt om dit te proberen te realiseren. Daarvoor was ik directeur van de psychiatrische inrichting van het gevangeniswezen. Dat is toch weer een wat ander werk. En daarvoor, dat is wel interessant om te vertellen, was ik directeur in Zwaag in de periode. Die inrichting heb ik ook gebouwd. In de periode dat we nog eventjes geloofden in de maakbaarheid van de mens. Dat is de tijd dat er overal van die bijzondere zorgafdelingen, drugsvrije afdelingen ontstonden, reïntegratieafdelingen. Mensen uit het systeem die kennen het woord multi-inzetbare PIW'er. De PIW'er die moest mensen begeleiden, want we dachten echt van, als we op een andere manier, op een positieve manier met gedetineerden omgaan. Dat was eind 80er jaren, de eerste 5 jaar van de 90er jaren. Dan helpt dat om de recidive te bestrijden. Toen hebben we daarna, en dat moeten jullie ook kennen allemaal vanuit allerlei andere sectoren, hebben we natuurlijk de resultatenmaffia, noem ik dat, altijd gekregen. En dat betekende dat je geen euro meer uitgeeft als je niet onomstotelijk kan aantonen hoeveel procent recidivermindering je daarmee bereikt. Dus dan hebben we echt een hele periode van versobering en bezuiniging gekregen. En die is eigenlijk tot de dag van vandaag nog niet gestopt. Ik hoor recidivenvermindering. Dat woord ken ik niet. Oh, dat mensen dat minder, in strafbare feiten niet meer terugvallen in crimineel gedrag. Recidive dus herhalen. Ja, dat is wat het is. Die veranderingen, was dat nou omdat jij daar directeur had met een visie daarop en doen de anderen dat niet? Of is het toch een probleem van de politiek? Of zeggen we van nee, de politiek die danst naar de pijpen van de samenleving? Zo van, hoe kunnen we nu in deze situatie verandering brengen? En waar aan welke knoppen moet gedraaid worden? Het was eigenlijk een hele unieke situatie. We zaten in de periode dat er een heleboel lege cellen waren. Dat is nog steeds zo. En dat er een aantal gevangenissen dicht moesten. Teve had daar een masterplan voor gemaakt. Vervolgens wilde hij een heleboel dingen binnenhalen. Eén daarvan was, hij wilde alle open inrichtingen dicht. Hij wilde alle half open inrichtingen dicht. Hij wilde iets doen met de VI. Hij wilde heel veel repressieve maatregelen nemen. En in dat proces kreeg hij behoorlijk wat te stellen met de oppositie. En toen is er een hering georganiseerd. Een hoorzitting van de Tweede Kamer. En daar heb ik inderdaad ook, was ik een van de experts die wat heeft kunnen zeggen. Toen zijn al die Kamerleden bij mij in Heerenwaard geweest. Allemaal apart om ons te bezoeken. En toen hebben ze eigenlijk min of meer afgedwongen van Teve dat hij naast alle dingen die hij wel kon scoren, dat was onder andere de PI Zaanstad die hij heel graag wilde,
Die heeft hij er wel doorheen gekregen. Maar wat hij wel moest doen, was projecten de ruimte geven zoals die, waar ik mee bezig was. Dus dat heeft eigenlijk tijdelijk een vrij unieke situatie gecreëerd waarin we dat konden doen, zeg maar. En het wisselgeld was dat inderdaad bijna alle open inrichtingen dicht zijn. Alle half open inrichtingen. En dat we een gevangenis hebben waar ik echt het allerbeste van hoop. Maar het is wel een gevangenis met 500 tweepersoonscellen. Dan heb ik eigenlijk al genoeg gezegd, want volgens de Mandela Rules moet je eigenlijk vermijden dat gedetineerden met z'n tweeën op één cel komen. En dat snapt iedereen. Iedereen snapt dat. En ik kan dat eigenlijk nog het beste uitleggen. Ik ben inmiddels bijna 40 jaar getrouwd. En ik moet er echt absoluut niet aan denken. Al is het maar 3 maanden om 23 uur per dag met mijn vrouw op één cel te zitten. Dan komt er gewoon één levend uit, denk ik. Dat is echt gevaarlijk als dat gebeurt. Nou, dat vinden wij dus normaal in Nederland. Plus dat het is grootschalig. De gevangenissen worden steeds grootschaliger. Dat moet je niet doen, zegt iedere criminoloog en blijkt uit ieder wetenschappelijk onderzoek. Een gevangenis moet dicht bij de gemeenschap zijn om reïntegratie te bevorderen. Dat is het niet. Het is juist ver bij de gemeenschap vandaan. Ook bij Zaanstad. Mensen komen er uit het hele land. Worden daar gedetineerd. En is voor mensen van buiten best lastig te bereikbaar als je met een paar kleine kinderen met het openbaar vervoer moet komen. En je zou, in plaats van een soort standaard detentie, zou je eigenlijk maatwerk moeten leveren. Want iedereen is anders. En iedereen om te herstellen en zijn eigen leven weer op te bouwen, moet iedereen zijn eigen unieke weg kunnen gaan. Nou ja, dat is in zo'n grootschalig gebouw ook niet of nauwelijks mogelijk. Hier geef ik een ander voorbeeld. Vroeger had je ook scholen kleinschalig opgezet en gespecialiseerd. LTS, HTS, huishoudschool, noem maar op. Dat zijn ook fabrieken geworden. Nou ja, wat zie je gebeuren? Dat er heel veel kinderen in de problemen komen of zijn gekomen. Ja, en het leren zelf een beetje achterloopt. Nou ja, met betrekking tot gevangeniswezen. Die buitenwacht, het zijn hotels, hè? Dat werd maar steeds geroepen. Ja, ze zitten in hotels. En ja, ik ben iemand die dan zegt, ja, wat wil je terug hebben? Hè? Niet iedereen heeft levenslang. Na 2 jaar komen ze naar buiten, na 5, na 10. Wat wil je als buurman terug hebben? Of als buurvrouw, iemand die goed gereïntegreerd is of iemand die 23 uur per dag opgesloten is en voor de rest geen contact meer heeft. Ja. Jij bent hier gekomen, je bent in ieder geval heel ver gekomen. Wat zou jou nou het meeste helpen? Wat zou jou het meeste helpen als partner van de gedetineerde om weer perspectief te krijgen, zeg maar. Om te zeggen, nou, dan kunnen we gewoon samen uiteindelijk weer een wat goeds opbouwen. Dus wat zou je helpen? Ja, dat zijn een hele hoop dingen, hoor. Maar begin. Nou ja, in eerste instantie, als het al over het begin hebben, waar ik net op in wil haken eigenlijk ook, dat op het moment van arrestatie, wanneer een gedetineerde dan, je partner dan gedetineerd raakt, dan moeten wij eigenlijk alle rotzooi opruimen. Je hebt in één keer, als je samenwonend bent, je hebt een toeslagpartner, dat heb je dan weer niet. Dat moet je opgeven als gedetineerd. Je moet de hele bureaucratische rotzooi, om maar zo te zeggen, dan goed neerzetten. Maar in de wet zitten daar gewoon heel veel haken en ogen aan. Waar ze eigenlijk geen rekening mee hebben gehouden, hoe dat zit als je dan een toeslagpartner heb die gedetineerd is en waardoor je gewoon gekort wordt, terwijl eigenlijk je partner geen inkomsten heeft. En normaal iemand die dan wel een aanvulling zou krijgen van de Belastingdienst, bijvoorbeeld een alleenstaande ouder korting, die krijgt dat niet, want je hebt een partner, dus je bent eigenlijk geen alleenstaande ouder. Dus fiscaal ben je gewoon toeslagpartner. Dus je loopt daardoor, vooral ook als je getrouwd bent, een hoop geld mis, waardoor je eigenlijk heel moeilijk rond kan komen. Nou, dat is al een ding in de wet waar ik denk van, er mag wel eens naar gekeken worden hoe dat geregeld is, want zo ontstaan er gewoon steeds meer financiële problemen.
Nou ja, dat zou dus helpen in ieder geval als daar meer aandacht aan wordt besteed. Ik heb het geluk dat ik een nazorgcoördinator van de gemeente had die heel erg betrokken bij mij was. Dat is niet bij iedere gemeente zo. Dat is ook niet zo dat iedere nazorgcoördinator zo betrokken is eigenlijk ook bij het gezin. Vaak is het dan meer de gedetineerde zelf waar ze mee bezig zijn en na detentie. Maar deze was echt tijdens de hele detentie betrokken en die hielp mij ook. En die heeft contact met de gemeente, dus die konden ook sneller dingen voor mij regelen. Nou ja, voor anderen is dat vaak niet zo. Ik weet niet wat ik zonder die persoon had, hoe ik dat allemaal had moeten doen, zeg maar. Dus dat was echt van grote waarde voor mij. Nou, dat ik gewoon meer betrokken zou worden bij het hele detentiegebeuren zou mij heel erg helpen. En met de kinderen, dat er meer momenten zijn om als gezin te kunnen zijn, om daaraan te wennen. Want het is toch ook wel een hele grote stap als iemand na zoveel jaar in één keer weer terugkomt in het gezin. En je moet weer opnieuw aan elkaar wennen. Ja, je krijgt niet dezelfde man ervoor terug na zoveel jaar. Ja, en dat jij, als je meer betrokken was geweest bij het proces van detentie, dan had je daar meer samen mee naartoe kunnen leven en aan kunnen werken, stapsgewijs een beetje, om weer een stabiele thuisbasis te krijgen. Maar ik vind dat wel in mijn situatie te weinig is gedaan, waardoor het dan heel... Mijn partner die komt dan binnenkort vrij, maar ik hou mijn hart wel vast van hoe moet dat allemaal straks. En hoe moet ik dat allemaal weer regelen en omgooien. En alles wat ik net weer zo had geregeld moet dan weer anders. En ja, wie helpt mij daarbij? Want nu is de nazorgcoördinator, die is helaas overleden. En er is nog steeds geen vervanging geregeld. Dus dan blijft dat ook weer liggen. En er komt dan wel heel veel op mij af van hoe ik dat straks allemaal weer om moet zetten. En ja, het reïntegratietraject moet lopen en dat blijft dan ook weer ergens liggen. En ja, als er gewoon meer gecommuniceerd zou worden met mij ook, hoe we dat zouden doen, in plaats van ja, dat ik het allemaal zelf een beetje uit moet zoeken. Hoe zou dat voor de kinderen zijn? Ja, dat ook. Ja, voor de kinderen is het natuurlijk ook heel erg wennen. Als diegene ineens terug is, nu heeft mijn dochter dan nog het geluk dat ze naast mij mag slapen en ze zegt dan wel van, dan moet ik weer in mijn eigen bed straks. Maar ja, het is natuurlijk heel erg wennen als dan in één keer papa weer thuis is. En ja, ze hebben dan wat jaren alleen met mij het leven. Ze zullen wel heel blij zijn als hij thuis is, maar ja, het is wel heel erg wennen. En ook helemaal omdat een detentie doet wel wat met iemand. En ja, ik merk al dat hij gewoon niet de man is die ik 2 jaar terug thuis had, zeg maar. Ja, iedereen van. Ja. Want je zegt, een detentie doet wel wat met iemand. Kan je dat wat uitleggen? Want ja, het is voor mij helemaal nieuw, hè? Ja. Dus dat, ja. Nou ja, je raakt wel zwaar een beetje vervreemd van de samenleving. Nou, je moet heel erg acclimatiseren. Ik heb dan de ervaring dat hij eerder in detentie heeft gezeten. En dat hij dus weer terug de maatschappij in kwam. En toen... Ja, heel. Ik denk dat Steven dat ook wel heel goed kan uitleggen. Dat je. Je hebt heel veel prikkels. Wat schrikachtig. Die hoort ook wel vaak dat ze gewend zijn aan de geluiden in de gevangenis. Hè, dat je daar jarenlang in hebt geleefd. En dan in één keer moet je weer in de maatschappij staan. En je hersenen zijn ook niet gewend om dat allemaal op die manier te verwerken. Die beelden en dingen. Dus dat is heel. Ja, je wordt gewoon heel prikkelbaar. En dan moet je nog allerlei dingen regelen. Ja. Wat ik daar even op aan wil toevoegen is dat als je in detentie zit, stel je de dingen die buiten zijn veel rooskleuriger voor. Ja. Omdat je daarbinnen, die hele kleine kokon, je eigenlijk, ja, je toekomst eigenlijk heel erg, ja, alsof je op een roze wolk zit van, dan kom buiten en dan ga ik daarheen, dan ga ik dit doen, dan ga ik zussen, dan wil ik gaan studeren, wil ik gaan werken. Maar dat is echt niet zo makkelijk als dat het lijkt. En de twee dingen die je gewoon heel erg nodig hebt, waar een achterblijver ook het beste mee geholpen is, is als je als ex-gedetineerde werk en een woning hebt. Tenminste, inkomen en een woning. Als je dat niet hebt, dan is de kans groot dat je weer recidiveert, weer terugvalt. Omdat jij, ja,
dat zijn de twee ingrediënten die reïntegratie... Je valt niet terug door geen inkomen in het wonen. Je valt dan terug door de muren waar je tegenaan loopt. En het nee iedere keer wat je maar te horen krijgt. En ja, je staat ergens achteraan in de rij. Dat zou dus anders moeten zijn. Ja. Maar en Stef... ik praat ook eens uit een stukje ervaring uit medio jaren 90. Je verandert zelf ook, hè? Je bent zo zelfstandig. En ineens zit daar weer een man binnen die jou gaat vertellen wat je moet doen. Daar ligt ook een probleem trouwens. En ja, voor de man ook. Man wil op een gegeven moment stilte hebben. Want dat zijn ze gewend. S'avonds gaat die deur dicht. Het is een heel lastig... aanvullend op jouw vraag. Ik doe ook eens de gezondheidszorg. Wat je gevangenis overkomt, lijkt op mensen die langdurig in de zorg zitten. Hospitaliseren. Yes. Je mag geen reet als je wordt geleefd. Je hebt geen verantwoordelijkheid eigenlijk, of nauwelijks. Je wordt je afgenomen ook. Echt letterlijk afgenomen. Dus voor degene die een beeld hebben van wat je overkomt als je langdurig binnen zit, is het beeld als je langdurig in de zorg zit, in het ziekenhuis ligt. Dan blijft er ook van je zelfstandigheid geen moer over. Dat is ook een herkenbaar beeld voor mensen. Omdat iedereen wel eens in het ziekenhuis geweest is, zou ik maar zeggen. En gevangenis toch een andere wereld is. Dus ook je dromen, zeg maar, als je in het ziekenhuis ligt. Want dit herken ik wel. Heb ik ook een tijdje ingelegen. En dan dacht ik, ja, als ik thuis ben, dan ga ik dit doen met de kinderen. Dat ga ik doen en dat. En dit gebeurt me niet meer en dat gebeurt me niet meer. Ja, en dan ben je buiten en dan zit je eigenlijk weer in hetzelfde. Ja, ik heb nog wel een aanvulling over het reïntegreren. Een stukje als je buiten komt wat te veranderen. Sowieso als je langer dan een bepaalde periode gedetineerd zit, dan stop je bankrekening. Dus je komt buiten, je moet weer een bankrekening openen. Nou, ik heb wel eens gezegd van toen mijn partner dus vrij kwam, van nou, ik zou wel gillend weer terugrennen met alles wat op je afkomt. Omdat, in mijn geval was het dan dat mijn partner geen bankrekening kon openen. We werden echt van de kastje van de muur gestuurd. We hebben van alles geprobeerd. Verzekering was onterecht ook doorgerekend. Want normaal als je in detentie komt, dan valt de zorgverzekering onder justitie. Die wordt dan opgeschort, maar er gaat wel eens wat in fout als dat weer blijft liggen. Dat zo'n detentie... dat een case manager dat niet op tijd al heeft doorgegeven. En dan heb je weer zorgkosten die zijn doorgerekend. En nou ja, in ieder geval, er komt zoveel bij kijken. En je staat zonder bankrekening, kan je al niet staan houden in de maatschappij. En ja, je staat dan echt met je rug tegen de muur. Van hoe moet ik op een legale manier zien te zorgen dat ik te eten heb? Je wordt buiten gezet met en alleen kosten voor een treinkaartje. En, en daar moet je het mee doen. En de rest moet je veel zelf doen. En als er dan een goed traject is opgestart, dan zal dat beter gaan. Maar in mijn situatie was dat niet gebeurd. Ik heb nog een vraag. Want kijk, ik vind heel goed wat je zegt, wat er allemaal in het systeem moet veranderen. Wat er in de wetgeving moet veranderen. Maar er zullen ook heel veel mensen meekijken die wat kan je gewoon als individu, als burger doen, zeg maar. De mensen die nu kijken en die denken van, hé, maar dat moet eigenlijk anders. Wat zouden zij kunnen doen? Ja, nou ja, het begint ermee dat... Je kan een paar concrete dingen doen. Maar het begint ermee je te realiseren dat ook bij jou in de straat ex-gedetineerden wonen. En dat in ieder geval mensen zijn die gewoon onderdeel van onze samenleving zijn. En... ik denk dat die basishouding heel erg belangrijk is voor iedereen. Wat je heel concreet kunt doen, dat heeft Jaap al gezegd. Je kunt natuurlijk actief vrijwilligerswerk gaan doen. Maar het is ook zo dat je... ik ben jarenlang directeur geweest in een bepaalde stad. Als ik een pak suiker ga halen, kom ik gewoon een paar ex-gedetineerden tegen. Gewoon met hun familie, met hun kinderen. Die gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Ze wonen tussen ons in. Ik had op een gegeven moment een glazenwasser die ik herkende uit de gevangenis en die tegen mijn gevel aan het opklimmen was. Nou, verder, dus ik gaf die jongen een hand en ik zei, nou ja, prima, weet je wel. Een politieagent die verderop in de straat woonde, die wilde hem niet aan zijn gevel hebben. Snap je? Dat stapje wat ik toen gezet heb, ik voelde wel dat dat een belangrijk stapje was. En ik denk dat veel meer mensen dat stapje zouden kunnen doen. Want
Het is echt zo dat ook als mensen verkeerde dingen gedaan hebben, dan ja, zijn ze zijn echt niet anders als wij. En het is ook heel goed, ontmoet eens een gedetineerde. Want er zijn zoveel mensen die in hun familie, in hun straat, in hun omgeving, mensen hebben die wel eens gezeten hebben. Ja, doe eens een stap en vraag gewoon eens hoe het geweest is. In plaats van eromheen te lopen en te denken van, nou, dat is eng en daar wil ik niks mee te maken hebben. Wat je zegt met ontmoetings- en gedetineerden, dat zou natuurlijk ook voor kerken een heel goede mogelijkheid kunnen zijn. Om dat ook een keer te faciliteren, zeg maar. Dat je keer mensen die gedetineerd zijn, gewoon ook een keer een avond uitnodigt om hun verhaal te komen vertellen en daar ook over in gesprek te kunnen. Wat ik bijvoorbeeld doe, heel concreet, is je hebt hier zeg maar een koffiezaak waar mensen die in de gevangenis gezeten hebben werken. Op station Zaandijk, Zaanse Schans, heb je zo'n plek. Ja, tijdens de spits zou ik het niet doen, maar om eens op een ander moment, en dat doe ik zelf regelmatig, gewoon even binnen te lopen met een vriend of met wie dan ook, en gewoon eens even met die mensen een praatje te maken over waar ze mee bezig zijn en wie ze zijn. Ik denk dat heel, zeker hier in Zaanstad, met deze initiatieven, is dat eigenlijk voor iedere burger weggelegd. En ik zeg er ook nog bij, het is de beste koffie van de hele Zaanstreek. Ik had eigenlijk, straks mogen jullie weer een kop koffie drinken. Ik zat eigenlijk ook inderdaad met deze vraag in mijn hoofd om het gesprek af te sluiten. In ieder geval het formele gedeelte en dan gaan we daarna nog gewoon rustig verder. Ook denkend gewoon, en Jacques zat op dezelfde lijn, zo van... Oké. Nou, nog eerst nog één dingetje. Ja, één dingetje, ja. Dan kom ik op mijn laatste vraag en dan krijg ik nog even van jullie de microfoon. Dus, Log allemaal in op Facebook. We hebben in Zaanstad ontzettend veel mensen die lid zijn van Facebook. Zoek het platform Relaties Gedetineerden op en word lid. Vraag gewoon, het is een besloten groep. Het is een besloten groep. Platform. Van gedetineerden. Platform Relaties van Gedetineerden. Log in, word er gewoon lid van. En je hoeft niet zelf rechtstreeks een relatie van een gedetineerde te zijn. Maar als je belangstelling hebt, word gewoon lid van die groep. En daar, dan kun je het ook volgen. En dan ga je ook kennis maken met deze hele problematiek. Nou, dat is een hele goede praktische. Mijn vraag is eigenlijk aan jullie allemaal. Denkend gewoon aan, als ik gewoon mezelf dan even... als uitgangspunt neem, zo van, nou, we hebben jullie verhaal gehoord en we weten al het een en ander, ook via zuivere koffie in de gevangenis en ook bepaalde initiatieven. En je weet van, oké, de politiek en het systeem, dat is dan één ding, daar moet ook aan gewerkt worden. Maar wat kunnen wij als burgers in Zaanstad, als mensen van de kerken, wat kunnen wij dan doen als vrijwilligers... eentje heb je al gegeven. Gewoon lid worden van die Facebookpagina. En om gewoon dus het meer je leven in te laten komen. Maar ik ben benieuwd of er nog andere tips zijn. Gewoon wat ons helpt om hier meer mee vertrouwd te worden. En dat daar... Ik zit dan te denken van... Hoe krijgen we hier verder verandering in? En dan kunnen we natuurlijk wijzen naar het systeem, maar zeggen van dat begint bij onszelf. En dat neem ik ook zelf persoonlijk. Van, nou, ik heb al één hele goede tip gehoord, die ga ik zeker opvolgen. Maar zijn er nog andere tips voor van wat kunnen we nou heel praktisch doen? En het is maar een klein stapje, maar dan komen we, als we het allemaal met elkaar doen, komen we wel verder. Ik sla jou dan even over. Jij krijgt als laatste nog een keer de gelegenheid. En dan de... Dat is een goede vraag. Maar ik denk dat het belangrijkste is als je achterblijft, maar ook als je terugkomt uit de gevangenis, dat je in een bepaald sociaal isolement zit. En ik denk dat je mensen nodig hebt juist die je daaruit trekken. Want zelf is het niet makkelijk om uit jezelf, ja, ondanks alle ellende, naar de kerk te gaan of naar een sportclub te gaan. Omdat je dan het gevoel hebt van de mensen die kijken me na, die mensen die gaan me scheef aankijken. Maar waar het om gaat is dat er ook mensen zijn die actief je isolement haalt. En namelijk
actief. Ja, en proactief met je meedenken. Als je bepaalde problemen hebt op bepaalde gebieden of wat dan ook. Dat je mensen hebt die daar omheen staan. Een van de meest kwetsbare groepen gedetineerden, de seksueel gedetineerden, zedenmisdaden, bestaat een systeem dat heet COSA. Daar zijn vrijwilligers. Die kringen zich om die gedetineerden heen om te helpen weer terug te komen in de wereld. Die heeft het nog veel moeilijker dan andere gedetineerden vaak hebben. Omdat dat ook een gevangenis een heel kwetsbaar groep is. Eigenlijk, idealiter, ik pleit er lang voor, als je van binnen naar buiten mensen kunt begeleiden met buddies of hoe je het noemen wilt. Die de achterblijver oppakken en die genezen oppakken. En daarbij een soort trait d'union in staat zijn om te doen. En dus hebben we, daarom even aan Janus, vrijwilligers nodig om dat te doen. Als je nou echt actief wil zijn, zoek op www.bonjo.nl. Dan kun je je aanmelden als vrijwilliger. Kan ook bij Exodus, op de Manitas, maakt me niet zoveel uit waar je het doet. Maar daar kun je met de kennis die je nu hebt dingen doen. Ik heb ook toen ik dit werk ging doen, een jaar of 10 geleden geloof ik nu, ik was ook geen ex-gedetineerde. Ik heb ontzettend moeten wennen, moeten leren van gedetineerden. Op mijn kantoor zitten alleen maar 3 mensen, ervaringsdeskundigen, die heel lang binnen gezeten hebben. En ik heb van hen ook geleerd wat het betekent om heel lang binnen te zitten als je weer terugkomt. Dus wat je concreet kunt doen, natuurlijk goede oren hebben. Je kunt bij ons onze krant proberen te krijgen. Je kunt steeds lezen 2 maanden. Maar actief zijn betekent actief zijn met de achterblijvers, met de naar buiten komende ex-gedetineerden. En te kijken of iemand, jij zei het terecht, de gezinssituatie ontstaat op het moment dat iemand die volstrekt vervreemd is van zijn gezin en een vrouw die daar weggegaan is, ook noodgedwongen, om dat bij elkaar te breien. Nou, bij de gemeente Prevenies Noord-Holland geven ze een cursus als je hier als ambtenaar weggaat om je te leren samenleven met je vrouw. Nou, zoiets zou een beetje chargeel zelf heel nuttig zijn. Nou, ik hoor Jaap heel veel zeggen over buddies. En als je dan toch wat voor elkaar wil betekenen, denk ik dat de samenwerking onderling, hè, Bonjo, Exodus, platform, achterblijvers, wat we moeten er gewoon aan gaan trekken, dat die dus op een gegeven moment buddies beschikbaar gaan stellen. Want ik vind buddies vind ik wel een goed plan, hoor. Maar dan van binnenuit. Ja. Dus gewoon het hele traject, want het duurt gewoon heel lang. Ook binnen een gezin. Ik had er eigenlijk nog eentje. Inventariseren. Dus het ook delen met elkaar van wat komen jullie tegen als vrijwilligers en wat komt Bonjo tegen als organisatie. Dus de kennis delen, de vragen die gesteld worden. Waar zitten de mensen mee? Waar zitten achterblijvers mee? Waar zitten ex-gedetineerden mee? En zelfs gedetineerden. Want daar hebben jullie ook veel contact mee. En Exodus ook en zo. Dus ik denk dat meer samen moet komen om dan één vuist te maken met zeg maar die inventarisatie naar Den Haag toe. Maar je moet ook succesverhalen hebben. Nou, dit is er één, hè. En er zijn er nog een paar. Ja, toch? Ja, nee, wat ik ook zelf belangrijk vind, nou, wat ik heb bestaan, dat gun ik eigenlijk niemand. En zet mezelf graag in voor dat platform wat net genoemd is. Om anderen die met vragen zitten, om dat uit te zoeken van hoe werkt het. Want ja, het is wel een warboel van regelgeving. Hoe zit het met faceren, met detentie, met stapsgewijs naar vrijheden. En ja, om ze daar een beetje wegwijs in te maken. En lotgenoten eigenlijk steunen. En anderen proberen de hulp te bieden of door te verwijzen naar plekken die steun kunnen bieden. En ja, eigenlijk wat ik gemist heb en wat ik zelf heb moeten uitzoeken, hun daarin helpen, ja, andere lotgenoten, om advies te geven en waar ze terecht kunnen. En dat doen we dus ook met het platform. Nou, laatste. Ja, je mag toch. Ik wilde gewoon zeggen, jij krijgt het laatste woord daarna. En dan, dat jij weet dat je het laatste woord hebt. En dan, Het is natuurlijk geweldig als je het laatste woord krijgt. Hè?
Nou, ik wou nog één heel concreet ding noemen. En dat is als je in Zaanstad woont en werkt, maar een bedrijf ook hebt, personeel hebt. Overweeg eens of jij in alle gevallen nooit met een ex-gedetineerde zou willen werken. En als het zo is dat je dat eventueel zou willen overwegen, maar wel met een heleboel vragen zit, wat heel logisch is. Wat hebben mensen dan gedaan? Hoe gaat mijn personeel erop reageren? Wat zijn dat eigenlijk voor mensen en dat soort dingen? Ga dan een keer naar een gevangenis. En daar worden regelmatig allerlei bedrijvendagen georganiseerd. En ontmoet gewoon eens wat gedetineerden. Ga er eens mee in gesprek. Mijn ervaring in al die jaren is dat wij praten nu over gedetineerden. Er zit nu één ex-gedetineerde erbij. Maar zodra je met gedetineerden of ex-gedetineerden gaat spreken, dan staan hier in de zaak ook twee mensen. Of drie zelfs. Ja, drie zijn het er. Kijk, Jemuel is al zo gereïntegreerd dat ik helemaal vergeten ben dat hij ooit in de gevangenis zit. Maar praat er eens mee. Mijn ervaring is dat als je mensen ontmoet, dan vallen eigenlijk meteen zo ontzettend veel vooroordelen en beelden vallen weg. En ga dan eens afvragen, oké, in principe zou ik best wel eens een keer een gedetineerde in mijn bedrijf willen hebben. Denk dan ook eens even na van oké, als hij bij mij komt werken, waar zou hij dan aan moeten voldoen? Onder welke voorwaarden zou ik iemand in mijn bedrijf willen hebben die gedetineerd heeft gezeten? Dat was eigenlijk mijn laatste opmerking. Hartelijk bedankt voor jullie komst hier. En nou, de zaak die loopt een beetje langzaam vol. Dus dat betekent dat er mensen zijn gekomen. En, dus jullie hoeven nog helemaal niet weg. En ze willen voor ons klappen eerst. Oh, ze willen voor jullie klappen. Ja, maar... Nou, dan mogen jullie nu koffie natuurlijk ook. Vorig jaar zijn we begonnen om wat dominees op te sluiten in een glazen huis. En vandaag was eigenlijk een vraag gesteld. Bart, hè? Ja, dat we niet te formeel maken hoor. Maar er is ook er is weer wat geld binnengekomen. Op een hele bijzondere manier. Dus ik ga het eigenlijk gewoon even overdragen. Dus ik mag alleen maar de introductie doen. Nou, dat valt voor mij hoor, want we doen het toch samen. Oké, ik ben Monika Briefjes, wijkmanager in de gemeente Zaanstad. Mijn collega Laura van Nooy, ook wijkmanager in deze wijk. En vorig jaar, toen dit initiatief startte, heb ik hier op de bank gezeten met het voorbereidingsteam om te kijken van hoe kunnen we jullie helpen. Het was toen echt nog een zoektocht van hoe gaan we dit nou doen. En ook voor Jamie was het wel echt een zoektocht van hoe, ik ben een week mijn zaak kwijt. Wat gaat het voor mij betekenen als ondernemer? En wij hebben echt Jamie heel hoog zitten als gemeente. Een sociaal ondernemer die echt zijn hart op de goede plek heeft. Mensen helpt om weer in die samenleving een plek te vinden. En wij hebben toen gezegd, ja, Jamie, wel, we willen jou helpen om ook dit initiatief te laten slagen. En we hebben toen aangeboden om alle gratis kopjes koffie die hij deze week weggaf te sponsoren. En dat wilden we eigenlijk dit jaar weer doen. Dat wist hij nog helemaal niet, maar dat wilden we weer doen. Maar
Jamie zei, nee, dat red ik dit jaar wel. Laten we dat bedrag gewoon meteen in ene storten voor het glazen huis. Dus hier is de check, 2500. Van de gemeente Zaanstad en van Zuivere Koffie, 2500 euro. Nee, ik wil het nog even. Super. Hij staat er nog niet op en ik hoop echt, ik heb het georganiseerd, maar ik denk, we gaan er mee. Morgen wordt het rechtstreeks gestort als het goed is. Via de donatie. Ja, via de donatie. Hartstikke goed. En wie geldt op de goede, hè? Hij is een beetje een